Dag dames en heren. De afgelopen dagen was het koud in Nederland en was het soms zelfs een beetje wit door rijpafzetting. En ook morgenochtend tijdens de eerste kerstdag kan het op sommige plaatsen wit zijn. Niet van rijp, maar zowaar van sneeuw. Maar een witte kerst, een officieel witte kerst, nee, dat zit er waarschijnlijk niet meer in. Het heeft alles te maken met het uitbreiden van koude lucht in Noord-Europa naar het zuiden. Die koude lucht in Scandinavië die probeert zijn invloed uit te breiden tot over de Benelux. Maar tegelijkertijd, een lage drukgebied ten zuidwesten van Ierland, stuurt juist weer hele milde lucht op onze kant op. Het strijdtoneel tussen de beide luchtsoorten zien we juist op eerste en tweede kerstdag boven ons land. En dat betekent dat er vanavond en vannacht regen valt. Uiteindelijk vooral in het zuiden van het land. Dat kan tegen de ochtend ook even in natte sneeuw of sneeuw over. Gaan. Vanuit het noorden klaart het op. Dan komt een groot deel van Nederland in de koude lucht. Maar dat is echt maar tijdelijk. Want op tweede kerstdag dan komt alweer zachtere lucht dichterbij. Er gaat in de loop van de dag regen vallen. Regen die deels op een ondergrond die nog koud genoeg is, ook aanleiding kan geven tot ijzelvorming. Met name in het midden en oosten van het land. En in de avond uiteindelijk krijgt ook het noorden van Nederland ermee te maken. Als we inzoomen op Nederland, dan zien we die regen deze vrijdagmiddag en avond ook terug. En vannacht, dan gaat het uiteindelijk wat harder regenen in het zuiden van het land. Temperaturen liggen ruim boven nul, maar in de ochtend. Dan gaat het zowaar nog eventjes over in wat sneeuw. Niet al te veel, niet al te lang. En dan vervolgens klaart het even heel mooi op. In de nacht naar zondag is het flink koud, zeker in het noorden van het land. En zondag overdag, dan neemt alweer de bewolking toe. Later volgt er ook regen. De warme lucht op hoogte, die wind veel sneller terrein. Aan de grond blijft die koude lucht nog een beetje plakken. En als die regenstoring op zondag uiteindelijk over ons land schuift... kan de regen dan op een koude grond toch aanleiding geven tot ijzelvorming. Nou, hoe ziet dat er dan uit op de kaartjes? Vanavond in het noorden al temperaturen dalen tot rond of zelfs iets onder het vriespunt. Het begint er ook voorzichtig op te klaren. Elders bewolking en af en toe wat regen. Misschien in het oosten een vlokje, maar ik denk dat dat weinig voorstelt. En vannacht dan valt er ook nog steeds regen in, met name in het zuiden van het land. Maar er zal dus ook een smalle strook zijn, waar tijdens de vroege ochtend, zo'n beetje vanaf het Rijnmondgebied over Brabant naar Noord-Limburg, een tijdje wat sneeuw kan vallen. En op sommige plaatsen kan daar een heel dun laagje sneeuw komen te liggen. Als het een centimeter is op een aantal plekken, dan is het al veel. Dus het is echt minimaal en slechts in een klein deel van het land. Maar we zien de temperaturen dalen. In Groningen morgenochtend misschien wel 5 graden onder nul. En morgenmiddag ook dan temperaturen nog steeds onder nul. Maar morgenochtend klaart het er al heel mooi op. In het zuiden van het land nog een laatste spat of vlok. Temperaturen liggen daar nog wel iets boven het vriespunt. En let op, de oostenwind maakt het voor het gevoel morgen allemaal een stukje kouder. In de nacht naar zondag kan het stevig vriezen, vooral in het noorden van het land. Min 7, misschien wel min 8. Overdag blijft het ook daar nog steeds vriezen. In het zuiden lopen de temperaturen op. Dit zijn temperaturen die ik in de avond, overigens, verwacht. Het gaat daar in de loop van de middag regenen. En als die regen dan met name in het midden- en oosten van het land arriveert, dan is de ondergrond misschien nog wel koud genoeg om uh, er ijzel mogelijk te maken. En in de avond krijgt ook het noorden van het land daarmee te maken. Dus op tweede kerstdag even goed de berichtgeving volgen. Na kerst, ja, daar kan ik kort over zijn. Het is wat somber en grijs en vooral heel. Heel erg zacht. Fijne kerstdagen.